Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Je zit mij al een tijdje in het zwart. Ik heb sinds... Wanneer zal het zijn? Dat staat er niet op. Al een tijdje een kaart waar bevestigd dat je dus, omdat dat niet zichtbaar is, dat ik een beperking heb. En deze kaart bewijst dat eigenlijk. Dat is voor als je naar pretparken gaat. Je gaat naar evenementen. Maakt niet uit waar. Dat je kunt bewijzen van kijk, ik heb wel degelijk... autisme en een verstandelijke beperking, dus ik heb een beperking. Daar dient die kaart eigenlijk voor. Ja, de foto is wel nog iets ouder, in geen zin. En ik kan die dus ook gebruiken voor binnen te gaan. Dan ga ik goedkoper binnen in Plopsaland of in begeleiding. Maar eens dat je dan naar de infobalie gaat en je gaat daar vragen voor een voorraadsbandje te krijgen, om mensen met een beperking kunnen dat vragen. Omdat ik persoonlijk niet zo heel lang kan wachten aan attracties, dat lukt gewoon niet, dat gaat niet. Dat geeft mij te veel prikkels. Laat ik dan deze kaart zien, meestal aan Plopsaland, en dan zeggen die van, u heeft een papier nodig van de dokter waar bevestigd staat dat u niet kunt wachten. De regering die heeft zelf, de Europese wet heeft zelf gekozen voor deze kaart te maken, omdat dat probleem zo opgelost geraken, doordat mensen met autisme, verstandelijke beperking en wat dan ook, nooit meer dat probleem krijgen van zich afvragen waarom. En dat vind ik wel een beetje, ja, niet leuk eigenlijk. Omdat het ook een beetje ook wel een stukje beperkt. En dan denk ik van, ja, het staat hier al. Je hebt het eigenlijk al, het bewijs. Waarom dan een extra bewijs tonen aan de infobalie? Dat begrijp ik eigenlijk niet zo goed. En ik denk dat er ook wel meerdere mensen... daarmee sukkelen en ik vind het eigenlijk totaal niet tof. Ik heb deze kaart ook gebruikt trouwens voor de CatNet Tour en die meneer die zei direct van oké, u kunt niet wachten, wij zullen ervoor zorgen dat jij rapper bij de artiesten geraakt en mijn tante is dan meegegaan. Die beelden hebben jullie hier gezien, normaal gezien op TikTok. Dus ik ben dan naar de dokter geweest, ik heb zo'n verklaring laten maken, dus de dokter heeft dan geschreven, getekende arts verklaard boven, vermeld de patiënt wegens ziekte niet in staat om lang te wachten aan de attracties van een pretpark, liever hem voorrang te geven in de wachtrij omwegens van de medische redenen. En ik moet dat dus elk jaar opnieuw gaan aanvragen, dus dit is dan voor een jaar geldig. En dan volgend jaar moet ik opnieuw naar de dokter gaan en opnieuw gaan vragen van een papier te krijgen. Ik heb geluk, mijn dokter daar niet zo heel moeilijk over. Mijn dokter die maakt dat met veel plezier. Die weet dat ook al, dat je dat nodig hebt voor pretparken. En dat is natuurlijk geen probleem. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat heel moeilijk is voor mensen om naar de dokter te bellen en dat allemaal in orde te brengen. En dat is natuurlijk niet zo plezant, omdat je zo gezegd hebt van, ik heb die kaart. Veel mensen weten dat ook niet, denk ik, die naar Plopland gaan en die dan... in andere pretparken weet ik het niet, want ik zei het, ik ga niet naar Plopsaland, dus ik weet niet hoe het in andere pretparken is. Het is ook niet aan Plopsaland slecht te maken, zeker niet, want het is een goed park, te zijn er vriendelijk en zo, maar dat is het enigste waar ik eigenlijk tegen bots, elke keer opnieuw. En dat vind ik niet zo heel plezant. En ik denk dat er veel mensen zijn die dat niet plezant vinden. En ik wou je daar toch eens even in meenemen, ook omdat veel mensen deze kaart totaal niet kennen, dus veel mensen weten ook niet eens wat die kaart is. En dat is ook zoiets eigenlijk, maar ja... Daar maak ik me al niet zo heel veel zorgen in. Want ik zeg het, op veel plaatsen loopt het eigenlijk gewoon goed. Het is alleen daar dat het, als ik een bandje vraag, dat het altijd een klein beetje zoeken is van... Dit of dat. Dus sinds kort heb ik zo'n papier en dan gebruik ik dat ook. Ik heb dat de eerste keer gebruikt om naar K3 te gaan in Plopsaland. En dan moest ik niet wachten in de rij. Dan mochten wij voorgaan. En dat vond ik eigenlijk wel heel gemakkelijk en ook wel veel leuker en aangenamer. Binnenkort ga je dat trouwens teruggebruiken om aan te schuiven, niet moeten aanschuiven bij K3. Het is dat jullie dat weten, maar ja, het is alleen, dat is eigenlijk een beetje het probleem waar we tegenaan botsen. En ik hoop dat in de toekomst dat kan veranderen, dat ze in de toekomst zeggen van kijk, inderdaad, mensen die een kaart hebben, die mogen inderdaad, die moeten geen papier meer vragen. Je kunt ook trouwens niet zomaar aan een kaart geraken, dat is echt... door een arts vastgelegd, al een paar jaar geleden, of net, als je net je dat test hebt, en die ze verklaart van, ja, je hebt inderdaad dat, dan krijg je een papier, en daardoor kan je dat dan aanvragen. Het is niet dat je gewoon naar een dokter loopt en zegt, mag ik zo'n kaart hebben, dat kan gewoon niet. Dat bestaat ook gewoon niet. En daarmee is het gewoon zo van, dat is vertrouwbaar. Dus waarom nog extra papieren nodig en een paparazzi nodig om dat in orde te maken? En ja, dat ligt me eigenlijk al een klein beetje dwars. En ja... Dat voelt ook niet goed aan trouwens, totaal niet. Dat maakt me echt verdrietig.
Normaal zo dingen bespreken, normaal gezien niet, maar ik wou het toch eventjes bespreken, want ik wil echt wel eens weten of er nog mensen zijn die daar tegenkomen. Of dat er. Dus met deze, dat was een beetje mijn verhaal dat ik wil kwijtraken, omdat ik weet dat veel mensen dat niet weten natuurlijk. Want ja, als jij geen beperking hebt, dan weet je dat ook niet. En ik denk dat ook heel veel mensen niet weten waarom die bandjes dienen. Dus ja, daarom eigenlijk. Dus hopelijk vond je dit een leuke video, zeker een hartje. En vergeet niet op het plusje te drukken.